Dinsdag hoe Franciscus in de natuur de stilte zoekt, God vindt en uiteindelijk een orde sticht die wereldwijd navolging krijgt. Toen Franciscus zich gewaar werd dat zijn zonden waren vergeven, kwam er een nieuwe fase in zijn leven. Na de loutering kon hij werkelijk doen waartoe de Heer hem had geroepen. Predikend rondgaan, zijn broederschap uitbreiden. Dinsdag een nieuwe aflevering van Bodaar door het land van Franciscus. Bij RKK op Nederland 2.